Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door schoonmaakbedrijf Clean. ...60 jaar de Eredivisie. Helaas zonder NAC Breda. We spelen dus in de Eerste Divisie. 25 november 1957 neemt mijn vader me mee naar de Kuip. Feyenoord-NAC 2-2. Datzelfde jaar trouwens. NAC thuis tegen PSV 3-0. Ja, toen was gelukkig heel gewoon. En je kon trouwens nog normaal een voetbalauto inleveren. 9 december 2016. NAC tegen... Nee, jong PSV. Ja, de KNVB heeft er eigenlijk gewoon een potje van gemaakt. Maar goed, het zij zo. Je moet ermee leren leven. Het is gewoon even niet anders. Nou, dat jong PSV 1-1. Kom eerst met 0-1 achter. En in de laatste seconde, een penalty, wordt benut in tweede instantie door Cyril Dessers. Had dat beter maar in één keer kunnen doen. Want vanaf dat moment mag hij niet meer de strafschoppen nemen. Voorlopig althans van Marinus Dijkhuizen. Dit is Studio NAC. Aankopen al uitspreken? Of, Ja, ik heb gisteren kunnen oefenen, want die transfer deadline is natuurlijk allemaal net pas afgelopen. Nummer 21. met nummertje 33, Shane O'Neill. Ik zag een foto. Ja. Ik zag een foto dat hij volgens mij maar één tand had. Dat is wel mooi. Ja, die was mooi. Maar... Dus je moet hem uitspreken als Shane O'Neill. Maar hij is nou een Ier of een Amerikaan? Nou, hij is in Ierland geboren. Dus er zit wel wat Fighting Irish mentaliteit in. Ja. Nou, dat is kunstig. De Ier die naar Amerika is verhuisd. Ja, die hebben dat hebben ze mee, in de 19e eeuw al vaker gedaan. Hè? Dus gingen ze met een joden. Als hij nou vecht als een Ier en niet drinkt als een Ier, dan dat zou een keer goed zijn. Hè? Dan zou het er nou eens kunnen zijn. Waren allemaal kaartclipjes hè, van dat team van Leurling. Dat allemaal te klaverjassen. Ja, want ik weet nog dat daar stond een keer in een of ander interview met Zwaanswijk en Penders. Ja. Er vroeg ze aan Zwaanswijk van wat is de grootste kwaliteit van Rob Penders? Toen zei hij, ja, Rob die kan uit het niets gewoon een kraak zetten bij klavjassen. Ja, en die zijn toen toch die Europa Cup naar Kapan. Ja. En die hebben toen 23 uur in een stuk zitten kaarten, zo zei ze. Die hebben gewoon het vliegtuig om laten vliegen, denk ik. Of niet? Om langer door te kunnen toepen. Nou, wat vinden we nou de beste aanwinst van NAC op het moment? Ja, ik ben heel origineel misschien, hè? Maar ik denk dat Agyepong heel belangrijk gaat worden. Agyepong? Uit Japan. Als ik de verhalen mag geloven, dan denk ik Barker. Barker. Dat was de beste, zei ze. Zijn Jozef Hersie dan ook nog in mijn nummer 15? Ja, dat zingen ze toch? De Hersie van Breda, zingen ze. Ja. Jozef Hersie. De Hersie van Breda. Gratje dame, die komt in de basis. Ik denk dat hij met Brandon Barker op 10 gaat spelen. Want er zijn de twee die een beetje teleurstellen. Hè? Buiten Nijholt, die doet gewoon wat er van verwacht wordt, hè? Denk ik zo. Ja. Stans. Maar daar zijn misschien de verwachtingen te hoog van. Want dat is met alle respect een momentenvoetballer misschien wel bij Excelsior. Maar dan Hamout, hè? Captain. Ja. Die heeft volgens mij alleen de eerste wedstrijd dat ik zeg van nou, maar, die Messiaanse steekpaas. Ik vind het een nuttige speler, maar ik vind het absoluut geen aanvoerder. Nee. Oh, is niet belangrijk. Op 19 september 1912 werd deze vereniging opgericht. Toen nog spelend met de bruine voetbal met Veter. Anton bijgenaamd Rad Verleg is wellicht bekendste voetballer die deze club heeft voorgebracht. Aan zijn hand werd deze club landskampioen in 1921. Dit is NAC. Een van de, zo niet de grootste NAC-icoon uit de geschiedenis van onze club is natuurlijk Rad Verleg. Verleg begon zijn carrière bij de oprichting van NAC in 1912. En hij voetbalde maar liefst 19 jaar in het eerste elftal van de club. Een enorm aantal jaren, wat tegenwoordig heel moeilijk te evenaren zal zijn. Mensen gaan toch sneller weg voor wat meer geld. Rad Verleg bleef. Rad Verleg bleef zelfs tot aan zijn dood in 1960.
En in die tijd heeft hij werkelijk alles gedaan voor de club. Hij is trainer geweest, voetballer tot 1931 uiteraard. Hij heeft allerlei hand- en spandiensten verricht, onder andere voor de NAC-klok. En als trainer had hij enorm veel respect ook bij de spelers. Die dwong hij eigenlijk zo'n beetje af. Ze keken toch wel op hem neer. Hij had ontzettend veel voetbalverstand. Hij schopte het zelfs bij de KNVB enorm ver. Hij werd daar lid van de keuzecommissie. En zij bepaalde de opstelling van het Nederlands elftal. Dat deed dus destijds niet de bondscoach, maar dat deed dus Rad Verleg onder andere. In 1960 is hij op een tragische manier aan zijn einde gekomen. Hij is met zijn auto in het water van de Kuil in de Prinsenbeek gereden. Waarschijnlijk is er een hartinfarct aan vooraf gegaan, maar dat is niet helemaal zeker. Rad Verleg zal altijd geëerd blijven. De naam van het stadion is aan hem verbonden. En hier in het museum hebben wij natuurlijk ook dit prachtige borstbeeld waarvan het origineel bij de hoofdingang staat. Ja, en dan nu de prijsvraag van de maand september. Zojuist heeft u in de uitzending een stuk gezien en gehoord van John de Leeuw over Anton Verleg, de naamgever van het NAC-stadion. Deze man had een bijnaam en zijn bijnaam die luidde Rad. Iedereen noemt hem Rad Verleg. Het is het Rad Verlegstadion. De vraag aan u is, hoe komt Rad Verleg aan die bijnaam? Waarom heeft men hem die bijnaam gegeven? De inzendingen die kunnen tot 23 september ingestuurd worden naar John. De sportkantine, apenstaartje, hotmail.com. Kan ik het aan de ontslag geven? PBN Sportkleden. Zo jong al zoveel ploeg al gehad. Ooit begonnen in Amstelveen, hè? Ja, klopt. Bij NFC. NFC Brommer. Nog eens contact mee? Mijn ouders wonen nog steeds daar in de buurt. Mijn oma woont zelfs echt om de hoek. Dus ik rij er nog vaak genoeg langs. Dus ja. AZ, leuke periode gehad? Absoluut. 2 jaartjes maar. Een hele leuke periode gehad, ja. Ja, en dan het onvermijdelijke Ajax Amsterdam. Ja. Goeie periode, hè? Ja, ik heb daar 8 jaar doorgebracht. Dus dat is best een lange periode. En dan raak je wel verbonden met de club. Dus ook heel mooi om dat mee te maken. Voor degene die het echt niet meer weet. In 2012 maak je debuut in de Champions League tegen Real. Ronaldo had je echt in je zak, joh. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik mocht een half uur voor tijd invallen. En ik heb daar wel hartstikke van genoten. Ondanks het resultaat, waar uiteindelijk ik wel heel erg van baalde natuurlijk op dat moment. Maar als je daar later op terugkijkt, dan ben je vooral blij dat je dat van zo dichtbij hebt mogen meemaken. Dat is wel leuk. Wacht, ik krijg even een appje binnen. Even kijken. Succes met je carrière, Thomas van Malen. Oké. Niet verkeerd, hè? Nee, niet verkeerd. Nee. Een van jouw idolen, toch, of niet? Ja, klopt. Die Arsenal is ook een van mijn favoriete clubs. En hij ging van Ajax naar Arsenal. Dus dat is wel een voorbeeld. Goed is jouw Italiaans trouwens. Ja, ik heb het afgelopen jaar daar... Ik kwam u tegen bij Cieve Verona. Ja. Weinig wedstrijden. Ja, klopt. Dus genoeg tijd om de taal te leren. Maar ja, dan verkast je naar Lupa Roma. Ja. Toch wel een leuk clubje dan niet? Nou, ik heb daar niet een hele leuke periode gehad. Maar uiteindelijk wel veel geleerd. En ook wel, je wordt niet alleen beter van de goede periodes, maar ook van de mindere periodes. Kan je veel uithalen. Andere sporten buiten het voetbal om, heb je dat al? Ik tennis wel af en toe. Mijn moeder zit op tennis, dus dan vanzelfsprekend. Dan ga je wel eens mee om ook een balletje te slaan. En voor de rest eigenlijk niet. Ja, dan toch juryprofs, hè, voor jou? Ja, mijn ouders zijn allebei in Suriname geboren. Dus ik voel me daar wel verbonden mee. En misschien dat ik aankomende jaren word uitgenodigd voor Suriprofs. Nou zit je bij NAC. Jouw zaakwaarnemer is Mino Raiola. Een hele bekende uit Haarlem, om het zo maar even te noemen. Ja. Maar dan staan we eigenlijk nog hier. uiteindelijk moet je het altijd zelf doen. Nou, dat zeg je heel goed trouwens. Uiteindelijk gaat het erom wat je op het veld laat zien. En hij is degene, als jij het goed doet, die daar natuurlijk gebruik van maakt.
Alleen de eerste stap is het zelf op het veld laten zien. Opvallend, onder 14, 15, 16, 17, 18 en 19 om het Oranje heb je allemaal gespeeld. Ja. Zelfs jong Oranje. Ja. Staat er nou een toekomstige rechtsback van Nederland zelf al naast me? Of zeg je nou, Tete van Rijn zijn toch iets beter? Nou, ik zeg nooit nooit. Ik ben 23 nu. En ik probeer elke dag beter te worden en hard te werken. Dus ja, zeg nooit nooit. Tevreden bij NAC Breda? Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Als rechtsback zijnde? Ja. Of zeg je nou, toch meer opkomend, liever nog even, in welk geval? Nee, de trainer, de manier waarop hij wil spelen, dat bevalt mij heel goed om daar als rechtsback mijn rol te pakken. En ik hoop daar steeds beter in te presteren. Dus, Vind je een goede voetballer? Ik wil er even op toosten in ieder geval, op je gezondheid en op je carrière. Ja. En dat is een beetje Zuid-Europees hier. Moet je toch gewend zijn in Italië. Dus nogmaals, en succes in je competitie. En ik sluit af zo, hè. Met een box. Met een box. Ja, is goed. Het gaat je goed, jongen. Heel bedankt. Ja. Ik heb een gek vermoeden dat Van Diem een relatie heeft met de dochter van Dijkhuizen. Ja, dat sluit ik niet uit. Ja, die weet iets van de trainer wat wij niet weten. Er is iets aan de hand. Ja, dat moet. Met Van Diem en Dijkhuizen. Dan moeten we even op terugkomen bij Marine zelf. Uit een vrij weekend hoorde ik. Maar dat snap ik. Relatietherapie en dat snap ik. Maar ze kan nog wel een paar spelers opnoemen hoor. Waar ik vermoed van die weet iets van de trainer wat wij niet weten, zeg maar. Vertel. Nou ja, nee, zo'n Stans die krijgt wel heel veel kansen natuurlijk. Hè. Die staat er, of in ieder geval mogelijkheid om in de basis te starten. Die staat er volgens mij nog steeds alleen maar in om zijn standaard momenten. Ja, omdat hij een zijn vrije trappen, de corners. Het gaat allemaal redelijk, gaat allemaal lekker. Zullen we eraan wagen? Ja, probeer het maar. Ik krijg niet van elkaar. Probeer maar. Mubarak, Olivisayo, Ozarabaya, Adebayoyo. In één keer goed. In één keer goed, hè? Kan je hem nog een keer doen, of niet? Ik geef hem door. Ik vind dat de NAC-supporter ook de moeilijkste naam van zijn nieuwe topspits moet kunnen uitspreken. Ja, wat jij net zegt. Dus probeer maar. Visayo, Mubarak, Olibiaro. Je moet ook oppassen met het woord Mubarak, want als je er iets fout voor zet. Ja. Nou, dat kan tegenwoordig. Er staan zo de plein helemaal vol. Het enige wat hij mee heeft dat hij een cultheld kan worden is dat hij kan nog geen bal recht vooruit schieten. En zijn naam, uiteraard. Ja, het criteria van een cultheld is natuurlijk dat je totaal niet kan voetballen. Hè? Ja, dat je op momenten in één keer geniale dingen doet, net als Wanny van Gils. En dan keer het aan hand, die zich ook lekker kon op laten naaien. Daarom is Kenny van der Weg net op tijd weg, want die werd net te belangrijk achterin. Ik denk, ja, maar dat is ook het gevaar van een cultheld, hè? Dat niet denk ik. Een cultheld moet er zelf niet in gaan geloven, hè? Nee. Dat gaat helemaal fout, hè? Die Charlie, waar zei je? Ik kan gaan menen. Dat is voer voor een matchfixer, hè? Ja. Halfjaartje hier naartoe, want op huurbasis toch? Ja. Halfjaartje hier naartoe, 3 wedstrijden verkloten en hij heeft nooit meer te werken. Ja. Toch? En hij heeft als grootste voordeel dat hij bij NAC niet echt een matchfixer moet zijn om een gek uitslag erin te krijgen. Het zou niet opvallen als hij... Het zou niet opvallen, nee, dat klopt. Ja. Misschien moeten we... Gaan jullie met de boot komen? Kan je met de boot komen? Nee, dat hebben we een jaar of 4, 5 gedaan. Maar dan kwam ik knetterstoond aan in het RKC stadion. Ja. En dat... maar we gaan wel, maar niet met de boot komen. Nee, inderdaad. Het is wel garantie dat je redelijk bedwelmd van de alcohol van de boot afstapt, ja. Die bootreis moet ook niet langer dan 3,5 uur duren, want anders komt alles met een delirium eraf. Hey, jongens, waar gaat dit seizoen eindigen? Het is nu september. Wat kunnen we er nou van zeggen? Waar gaan we eindigen? Juni. Gaat het juni worden? Ik denk dat we eind mei klaar zijn. Nou, ik hoop dat het eind april of zo, of begin mei al klaar is. Ik ga voor een Go Ahead Eagles scenario. Ik ga ook even zoeken, periode pakken of via de ranglijst. Top 5 halen. Precies. En dan pieken in de nakentjes. Maar dat betekent dat we gaan promoveren? Dat betekent dat we gaan promoveren. Nou, daar wil ik wel op proosten dan. Maar ik wil nog iets geks zeggen hoor. Oh. We hebben ook nog een beker. Dat is goed. Laten we dan 2 keer proosten dan. Dan gaan we gewoon. 1 keer voor de competitie. Voor de competitie. En dan halen we ook meteen Europees voetbal via de beker. Proost. Proost jongens. En dan zijn we blij met Hans, Justin en mijn Marinus. Hup NAC. Henk Wery. Sjaak Zwart.
Dan kijk ik naar rechts. Johnny van Schip, Bud Brokken, René Hofman, Peter Remy. Een beetje hetzelfde rijtje, dezelfde spelers eigenlijk, hè? Rechtsbuiters. Ja, Henk Weerie en zo, dat is verder weg, Jacques Zwart. Maar Bud Brokken, René Hofman en Johnny van Schip, daar werk ik wel eens mee vergeleken, ja, in mijn tijd. Het was niet andersom eigenlijk? Nee, het was niet andersom. Kijk, hun speelde toch wel bij een topclub en ik speelde toen maar bij NAC. Toch heb je heel veel spitsen de bal op de stropdas gelegd. Wie is jou welke spits het meest erbij gebleven? Ja, dat zijn er toch wel. Dat is het geluk van mij geweest. Ik heb altijd met goede spitsen kunnen spelen en mogen spelen. Kijk, het begon natuurlijk met Tom Cornelissen, die in de eerste divisie topscorer werd met 35 of 36 goals. Daarna heb ik met Pierre van Orden gespeeld, met John Lammers gespeeld. En daarna nog met Graham Arnold, onze Australische spits. Dus ja, het waren altijd wel geweldige spitsen en waar ik mijn ballen wel op kwijt kon zetten. Is het nou niet een beetje raar dat jullie waren toen echt rechtsbuiten, zeg ik, altijd met plezier aan zitten kijken. Tegenwoordig een linksboot op rechts. Vandaag gelijk maar mee stoppen met die onzin? Ja, wat mij betreft wel, maar ja, je moet er ook de spelers naar hebben natuurlijk. Kijk, ik ben er geen voorstander van om een rechtsbuiten op links te zetten en een linksbuiten op rechts, ja. Ik heb liever een afdraaiende voorzet. Maar ja, nogmaals, de spelers moet je wel hebben in je elftal. En ook het elftal moet daarop afgestemd zijn, denk ik. Ajax, Feyenoord, zijn zijlinse schuld. PSV was wel degelijk in jou geïnteresseerd. Nou ja, daar hoorde ik achteraf. Achteraf is Martin Vrijsen toen naar mij gekomen. PSV was geïnteresseerd. Maar die hebben toen voor Boudewijn Paaplaats gekozen. Ja, maar met die informatie kon ik niks, want ik heb daar zelf nooit iets van gehoord. Je hebt heel veel voorzetten gegeven. Hij niet op een gegeven moment een moment dat je denkt, joh Bast, ik geef er niet voor, ik score liever zelf. Nee, ja. In mijn carrière heb ik nooit veel gescoord. Ja, meestal vrije trap of penalties en af en toe een afstandsschot. Maar nee, ik heb altijd iedereen, elke spits een goal gegund. En ja, dat is voor mij ook voldoening. Kijk, en nogmaals... In deze tijd, als je in deze tijd had gedaan, had je meer voldoening gehad, denk ik, als vroeger. Kijk, toen werd je ook afgerekend op goals die je maakte. 46 heb ik dat trouwens gemaakt. Ja. Heb je zelf nooit bijgehouden? Maar in 13 jaar tijd, dat is niet zoveel, hè. Ik denk dat ik het drievoudige voorzet heb gegeven. Nou, weet je wat jammer is? Ik had dus Schutter trofee en dat was alleen maar betrekking op de Eredivisie. Het waren dus de spelers die de spitsen gaven en dan werden dus... Echt daadwerkelijk door de Telegraaf punten gegeven. Volgens mij hadden we geloof ik 4-5 kunnen winnen destijds. Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk dat ik wel, ik zal niet overdrijven, maar 20 assists per seizoen had, denk ik. Ja, en zeker in de goede tijd met Tom Cornelissen, ja, nogmaals, die maakte 36 goals. Ik denk dat ik daar 20 van heb laten scoren. Tegen jou zegt het Beatrixstraat, trouwens mooi op je shirt, of het Radverlegstadion. Waar waren je hoogtepunten eigenlijk? Nou ja, kijk, ik heb alleen maar in de Beatrixstraat gespeeld. Kijk, en daar heb ik successen gehad. Daar zijn we ook gepromoveerd. Het Radverlegde stadion, ja, daar heb ik maar 1 of 2 wedstrijden gespeeld. 1 wedstrijd en een halve wedstrijd, bekerwedstrijd tegen Baronie. Begin van het seizoen. En mijn afscheidswedstrijd in januari. Maar wel heel bekend, met Dree Hazes, hè? Kom op. Ja, dat was... Dat, of André Hazes dan, ik zeg Dree altijd maar. Kijk, ik heb ooit als enigste een afscheidswedstrijd van NAC gehad. En daar ben ik ze ook dankbaar voor, want dat was een geweldige dag. Ja, en André Hazes kwam eerst op de middenstip optreden. En daarna heeft hij nog het feest verzorgd in de, hoe het dan nou heet, de Cordial. Toen had het een andere naam. Maar in ieder geval, Hazes was in ieder geval prominent aanwezig. Ja. 30 januari. 1993 is mijn legendarische dag. De huidige voorzitter Jan Smit van Heracles. Nou, die was toen al zagrijnig. Ik vind hem nog steeds zagrijnig, vind ik tenminste. NAC Heracles, 8-0. Voor mij alle voorzitters bijna voor jou. Ja, dat ken ik me eigenlijk nog wel herinneren. Ja, dat was wel een aardige wedstrijd. Volgens mij waren 5 of 6 assisten die ik gaf. Ja, nogmaals, dan heb je ook voldoening hoor. Kijk, tuurlijk wil je altijd wel scoren, is dat altijd wel leuk. Maar... Als je 5 of 6 assists geeft en je met 8-0 wint, ja, dan heb je ook voldoening. Hey, goedemiddag. Dankjewel. Dat is goed. Evaristo. Ja, kan je wel. Nou, dat is in ieder geval niet verkeerd, Peet. Nee. Na het spijten. NAC,
Breda, seizoen 2016-2017. Vraag je er nog wat van? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de wedstrijd tegen Jan Utrecht gezien. En, ja, ik viel maar niet tegen. Kijk, en ze hebben natuurlijk 16 nieuwe spelers of 18 nieuwe spelers. En dat kost tijd om in te passen, maar ja, het heeft mij wel een beetje verrast. Ja, hoe ze speelden tegen Utrecht. Dus, ja, slecht als vorig jaar kan het niet. Types trainers, spitsentrainers. Als ik nou eens afsluit, Peter de Mier wordt ooit toch eens een keer gewoon rechtsbuiten trainen, joh. Kom op. En zeker bij NAC. Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat als je echt met een rechtsbuiten en een linksbuiten gaat spelen, ja, dan denk ik wel dat ik iets kan leren. Dat is wel een beetje verstandsgevoel. Nou, dan wou ik hiermee afsluiten. Oké. Nogmaals, het gaat je goed. Klasse voor je komst in ieder geval. En zie elkaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door schoonmaakbedrijf Clean.